Justitie wil dat Aydin C. uit Tilburg 10 jaar en 8 maanden de cel in gaat. De eis is zojuist door de officier van justitie uitgesproken in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Aydin C. werd wereldnieuws als verdachte in de zaak van Amanda Todd. Dat Canadese meisje pleegde zelfmoord nadat ze jarenlang was afgeperst met een naaktfoto van haarzelf. In dit proces in Amsterdam staat C. onder meer terecht voor het maken en verspreiden van kinderporno. Hij zou op internet tientallen minderjarige meisjes seksuele handelingen hebben laten verrichten en ze daarna met de opgenomen beelden hebben gechanteerd. En in Amsterdam is verslaggever Tessel Linders bij de rechtbank dus, waar die eis zojuist is uitgesproken. 11 jaar, Tessel, bijna. Hoe moeten we dat zien? Is dat veel? Ja, dat is wel degelijk veel, Mart. Het is de maximale straf die de officier van justitie kon eisen. En zij zei daarbij dat ze eigenlijk gezien de grootsheid van deze zaak, dat afpersen van zoveel meisjes en het enorme leed dat hij heeft berokkend, dat dat eigenlijk nog te weinig is. Maar dat ze geen keuze heeft, want de maximale straf is de maximale straf en daarom een eis van 10 jaar en 8 maanden. En hoe reageerde Aydin C. daarop, Tessel? Ja, die reageerde eigenlijk niet. En dat hebben we hem in de afgelopen periode eigenlijk nog nooit zien doen. Hij zit daar een beetje in zijn papieren te rommelen. Hoorde het zichtbaar onbewogen aan. En dat werd hem eigenlijk ook heel erg kwalijk genomen. Daar ging de officier van justitie nog op in. Zij zei, hij ziet ook dit als een spelletje. Hij perste zijn slachtoffers af. Onder meer met de tekst, wanna play, wil je spelen? Om zo die meisjes een showtje te laten geven. En de officier van justitie zei, dat doet hij nu ook bij de rechter. Hij ziet dit als een spelletje. Hij heeft nooit de moeite genomen om ook maar iets te verhelderen, iets uit te leggen of zijn best te doen om duidelijk te maken dat hij dat niet gedaan heeft. En daarom vindt ze die 10 jaar en 8 maanden zeer op zijn plek. Ja, je twittert ook vanuit de rechtszaal, Tessel. Ik was dat vanochtend aan het volgen op de redactie. En er komt echt wel een beeld naar voren van hoe Aydin C. is. Heel geroutineerd, heel egoïstisch, hè? Hoe die te werk gaat. Ja, hij dacht natuurlijk alleen maar aan zichzelf. Hij had voor ogen wat hij allemaal met die beelden kon doen. En hij twitterde op zo'n, communiceerde op zo'n nare manier met die meisjes. Die hebben dat ook weer verklaard bij de politie. Dat kwam naar voren uit politieverhoren. Dat op het moment dat hij zei, nog 10 showtjes, dan ben je er vanaf. En dat meisje zei, wat nou als ik die 10 showtjes niet haal? Want ik wil dit niet meer en ik denk erover om zelfmoord te plegen. Dat hij dan gewoon kon antwoorden met, wat jij wil, moet je doen. Dat interesseert mij helemaal niks. En zo heeft hij ook al eerder aan meisjes laten weten die toch redelijk geschokt zeiden, ja, maar ik ben pas 13 of ik ben pas 14. Waarom wil jij dit van mij? Dat hem dat helemaal niets kon schelen en dat ze vooral moesten doen wat hij van ze wilde, omdat hun leven anders in een totale hel zal veranderen. I'll ruin your life, was dan ook zijn tekst. Oké. Nou, Tessel, de eis ligt er nu. Verdediging aanzet. Wat gaan zij inbrengen? Ja, dat is nog best ingewikkeld om te bedenken. Want als je de officier van justitie zo hoort en zegt, alles is in onze ogen bewezen verklaard en hij moet die 10 jaar en 8 maanden krijgen. Wat we weten is dat er nog een discussie is gevoerd over de manier waarop een deel van dat bewijs is verkregen. Justitie heeft immers iets op de computer van de verdachte geplaatst om zo in de gaten te houden of die daadwerkelijk met meisjes aan het chatten was. Waarover dan? En of hij ook degene was die dat deed en niet iemand anders die toevallig in dat huisje aanwezig zou zijn. Daarvan wordt gezegd door de verdediging dat dat helemaal niet op zijn computer gezet had mogen worden, omdat de wet daar in die tijd nog niet voor was toegerust. Dat is in elk geval een pad dat de verdediging gaat kiezen. Verder houdt ook de verdediging tot nu toe zijn kaken op elkaar. We horen pas maandag de 13e wat advocaat Robert Malevits hier tegen in heeft te brengen. En dan op de 15e zal Aydin C. zelf nog het woord nemen. En dan zijn we allemaal heel benieuwd wat hij hierover te zeggen heeft. Tessel vanuit Amsterdam, dankjewel.